Laten we starten met het webinar. Ondertussen zullen daar vast nog wat een aantal mensen binnendruppelen. Nou, goedemorgen allemaal. Welkom bij het webinar dat ingaat op de handreiking voor de beoordeling van de ecologische effecten van Theo-systemen. Ik ben Lieke Nooy van STOA en samen met Rijkswaterstaat zijn wij opdrachtgever van de handreiking geweest. De inhoud zal verzorgd worden, ook onder andere door Witteveen en Bos en Flow Legal. En nou, dan ga ik nu verder in op de huishoudelijke mededelingen van het webinar. Het webinar wordt opgenomen. Er is mogelijkheid voor het stellen van vragen in de chat tijdens het webinar. En een aantal vragen zullen worden behandeld in het webinar. De overige vragen zullen schriftelijk worden beantwoord na het webinar. En het webinar is terug te zien via de website van STOA. En daar zullen ook de antwoorden op de vragen terug te vinden zijn. Dan nu het programma. Dat ziet er als volgt uit. Arianne de Vries van Rijkswaterstaat zal de introductie verzorgen. Daarnaast zal Daan van Wieringen van Witteveen en Bos ingaan op de nieuwe versie van het beoordelingskader, de uitgangspunten en de verschillen tussen versie 1 en 2, de beslisboom en de criteria. Simon Handgraaf van Flow Legal zal de juridische aspecten van het beoordelingskader toelichten. En vervolgens zal ik zelf nog een vooruitblik geven op de doorontwikkeling van het beoordelingskader. En daarna zullen nog een aantal vragen worden behandeld. Dan geef ik nu het woord over aan Arianne de Vries van Rijkswaterstaat. Je hebt geen geluid, Arianne. Excuses. Nou, nogmaals, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Arianne de Vries. Ik ben werkzaam bij Rijkswaterstaat WVL, de landelijke dienst, bij de afdeling Kennis en Innovatie. En ik hou mij voornamelijk bezig met de vraagstukken: hoe kunnen we de Rijkswater inzetten voor de warmtetransitie? En wat hebben we daar als Rijkswaterstaat voor nodig om gesteld te staan voor de vergunningaanvragen? We gaan het vandaag hebben over de handreiking voor de beoordeling van ecologische effecten van Theo-systemen. Dit rapport is eind vorig jaar gepubliceerd. En het is een update van de eerste versie. In 2021 is de eerste versie van dit rapport gepubliceerd. In 2022 is deze versie geëvalueerd op basis van praktijkervaringen en nieuwe kennisontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld kennis die ontwikkeld is in het programma Warming Up. En uit deze evaluatie is de conclusie getrokken dat er echt wel een behoefte was om de eerste versie van de handreiking te verbeteren. Met als doel de handreiking een goed handvat te maken voor zowel vergunningverleners als ecologen bij de toetsing van de Theo-initiatieven op ecologische effecten. Nou ja, zoals Lieke net al toelichten, is dit een opdracht. Hebben Rijkswaterstaat en de STOA de opdrachtgevers en de opdrachtnemers zijn Witteveen en Bos en Flow Legal. En er is een heel uitgebreid proces voorafgegaan aan de publicatie van de nieuwe versie. En het leidende van de update was eigenlijk dat we wilden dat de handreiking breed gedragen werd door zowel de waterbeheerders, de initiatiefnemers als de adviseurs. Dit hebben we bereikt door natuurlijk eerst de eerste versie te evalueren en te constateren welke verbeteringen en waar de behoefte ligt. Daarnaast hebben we een begeleidingscommissie opgesteld. In deze begeleidingscommissie zaten vergunningverleners en ecologen van zowel verschillende waterschappen als vanuit Rijkswaterstaat. En deze begeleidingscommissie heeft ook veelvoudig de conceptversies van het rapport getoetst. Daarnaast zijn er ook expertsessies geweest op verschillende onderwerpen zoals filtering en koudelozingen. En in deze expertsessies hebben ook kennisinstituten en de markt meegedacht, waarnaast natuurlijk ook experts vanuit het waterbeheer daarbij aanwezig waren. En in werksessies is eigenlijk toepasbaarheid van de nieuwe versie van de handreiking meerdere malen getoetst. Omdat het natuurlijk ook van belang is dat dit kader goed toe te passen is. Nou ja, deze handreiking bevat de nieuwste inzichten over koudlozingen op het oppervlaktewater. Natuurlijk zijn er nog steeds kennishiaten. De kennisontwikkeling is in volle gang. Maar hierover zal Lieke aan het einde van deze presentatie nog wel toelichten over de vervolgstappen. En dan geef ik nu graag het woord aan Daan van Wieringen van Witteveen en Bos, die jullie verder zal meenemen. Yes, dankjewel. Ik zal ingaan op de inhoud van het beoordelingskader. En om te beginnen met wat de belangrijkste verschillen zijn tussen versie 1 en versie 2. En het belangrijkste is dat dat er een directe link is aan de toetsing vanuit de KRW. Dus dat betekent dat we toetsen op geen achteruitgang van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast hebben we een hele hoop kennis verwerkt uit nieuwe studies.
van het programma Warming Up. Er is een toetsing toegevoegd op de effecten van filtering. En daarnaast zijn er verschillende handvaten voor de praktijk toegevoegd. Dus dan gaat het om over hoe je de criteria toepast. Hoe je omgaat met cumulatie, welke tools er allemaal zijn. En er is een stappenplan om een maatwerkbeoordeling uit te voeren, zodat dat ook duidelijker is. En daarnaast is er een nieuwe redeneerlijn ingekomen. Dat heeft geleid tot een nieuwe beslisboom. En die ga ik zo direct even toelichten. Hier zie je het eerste deel van de beslisboom. Het zijn een aantal vragen om te beginnen met de vraag: is het waterlichaam een kwetsbaar watertype? Nou, in dat geval is de TO niet toegestaan. Dat is bijvoorbeeld in een moeras of een gevoelige hooglandbeek. Nou, is het geen kwetsbaar waterlichaam, dan is er de check op de best beschikbare technieken. Daarvoor kijk je naar, nou, wat zijn de specificaties van die TO-installatie? Voldoet die aan die BBT? Die ga ik straks nog even toelichten. Dan is er een check op welke of er een emissie is van stoffen. Is dat wel het geval, moet je een emissietoets doen. En die kan gunstig uitvallen. Daarna kijk je of, waterlichaam in een natuurgebied ligt. Dat kan leiden tot een toetsing op een omgevingsvergunning. En nou, als het allemaal niet het geval is of die toetsing is gunstig, dan ga je naar nummer 8. En dat is de vraag over cumulatie. Dus dit is het tweede deel van de beslisboom. Dan zijn we weer links bij nummer 8. Dus zijn er in dit waterlichaam al andere installaties die koude of warmte lozen of het water filteren? En dat is belangrijk om er rekening mee te houden dat het water niet meerdere malen wordt gefilterd door verschillende TO-installaties. En dat je daardoor een optelling van effect krijgt. En met die maatwerkbeoordeling kun je daar beter mee omgaan. En nou, is er geen cumulatie, dan is er een check of de TO-installatie heel klein is in verhouding tot het waterlichaam. Zo klein dat je eigenlijk op voorhand al kan zeggen van er gaan geen effecten zijn. Dan is de TO-installatie toegestaan. Is dat niet het geval, dan doe je een standaard ecologische beoordeling. En dat bestaat uit een set criteria per watertype, die ik zo direct nog ga toevoegen voor een aantal belangrijke toelichten voor een aantal belangrijke watertypen. Nou, is die TO-installatie, heeft die grotere effecten dan toegestaan is onder de standaard ecologische beoordeling, dan doe je een maatwerkbeoordeling. En die kan gunstig uitpakken of niet gunstig. In dat geval is die TO-installatie in dat waterlichaam niet toegestaan. Dus een andere aangepaste TO-installatie of ergens anders, dat kan natuurlijk nog wel. Nou, eerst de best beschikbare technieken. Daarvoor hebben we een aantal eisen aan de technische aspecten van de installatie toegevoegd. Ten eerste om aquatisch leven zoveel mogelijk buiten te houden, om te voorkomen dat aquatisch leven kan sterven in de installatie. Dus dat gaat om een filter voordat het de installatie binnenkomt van maximaal 1,5 mm maaswijdte. En een instroomsnelheid van maximaal 0,15 meter per seconde, om dus te voorkomen dat leven wordt ingezogen. Nou, als het leven dan alsnog wordt ingezogen, dan geldt er nog een criterium dat de maximum temperatuurverschil in de installatie 10 graden Celsius is, zodat je de sterfte van die organismen beperkt. Wanneer is een TO-installatie klein in verhouding tot een waterlichaam? Voor grote wateren is dit 1 megawatt, dus dat gaat om echt grote meren. En voor kleine wateren zoals sloten is dit 0,01 megawatt. En dit is in lijn met het kader voor warmtelozingen. Dus dat is een vergelijkbaar criterium. Dan een aantal criteria. Om te beginnen met rivieren, vaarten en kanalen met stroming. Nou, daar geldt eigenlijk maar één criterium voor. En dat geldt voor het debiet van de TO-installatie. Dus is het debiet van de TO-installatie kleiner dan 10% van de maatgevende lage afvoer,
Nou nee, dan moet je maatwerkbeoordeling gaan doen. En ja, dan is hij wel toegestaan. Nou, voor vaart en kanalen zonder stroming is de beoordeling iets ingewikkelder. Om te beginnen is er nog steeds een criterium voor het debiet van de TEO-installatie. Dus het volume dat maandelijks in het zomerhalfjaar door de TEO-installatie gaat, is kleiner dan 10% van het volume van het waterlichaam. En daarna is een check op het groeibaar areaal. Dus raakt de koude pluim minder dan 0,5% van het groeibaar areaal. Dat heeft te maken met dat je locaties waar die geschikt zijn voor waterplanten niet ongeschikt wil maken doordat het water daar te koud is voor de waterplanten om er te groeien. En dan krijg je misschien het effect dat je algedominantie krijgt in plaats van waterplanten. Daarna is een criterium voor barrièrewerking. Het gaat dan vooral om migrerende vis. Kan die er nog langs? En dat criterium is dat er minder dan 50% van de natte doorsnede van de watergang bedekt is door de koude pluim. Voor de lozingsperiode geldt dat de koude lozing beperkt is tot een afkoeling van 2 graden in het voorjaar. Wanneer de temperaturen tussen de 10 en 15 graden Celsius liggen. En dat heeft er ook weer mee te maken dat je in het voorjaar een competitie hebt tussen algengroei en waterplanten. En dat als je die waterplantengroei gaat beperken door te veel af te koelen dan, dat dan de algen misschien de overhand krijgen en dat je dus een slechtere waterkwaliteit krijgt. Dan nog de beoordeling voor grote meren. Zonder stratificatie is dat. Voor stratificatie is nog een ander criterium opgesteld, maar die kun je opzoeken in het kader zelf. Daarvoor zijn voor dit grote meer zijn 2 criteria opgesteld. Ten eerste weer debiet van de TEO-installatie. En ten tweede het begroeibaar areaal die we net ook al hebben behandeld. Nou, hoe zijn die criteria tot stand gekomen? Er is al een beetje toegelicht hoe het proces is geweest. Maar ik wil nog voor een aantal criteria de overwegingen daarachter meegeven. Om te beginnen met het criterium voor filtering. Dat er minder dan 10% van het volume van het waterlichaam door zo'n TEO-installatie mag gaan in de maand. Hierbij is er een modelleringsstudie uitgevoerd naar de effecten van filtering. Maar in die aannames en in die studie zelf waren nog een aantal onzekerheden. En daarna is er discussie geweest met de begeleidingscommissie. En daarbij is tot de conclusie gekomen dat ze graag een veilige marge namen. Vanwege dus die onzekerheid over de effecten van filtering. En zo zijn we dan op die 10% gekomen. Tweede voorbeeld, hoeveel begroeibaar areaal mag bedekt raken door die koude pluim. Dat criterium komt uit TEO 1.0 en hierover waren geen nieuwe inzichten. Dus dat hebben we niet aangepast. Dan het criterium voor de barrièrewerking. Bestrijkt de koude pluim minder dan 50% van de natte doorsnede. Daar is op basis van literatuur bevestigd dat dat voldoende zou moeten zijn om migratie te blokkeren. En als laatste de toevoeging van het criterium over hoeveel afkoeling er mag zijn in het voorjaar. En dat is gedaan op basis van expert opinion en discussie over het feit dat waar in het vorige TEO-kader bij alle lage temperaturen TEO-lozingen niet werden toegestaan behalve met maatwerkbeoordeling. Kwam met expert opinion tot de conclusie dat als jij in de winter die TEO-installatie aanzet, dan gebeurt er niet zoveel en kun je minder effect hebben. Dus daarom is dat criterium eigenlijk een beetje afgezwakt. En dan de maatwerkbeoordeling. Die maatwerkbeoordeling heeft een focus op de criteria waar niet aan wordt voldaan. Dus als jij alleen een
probleem hebt met hoeveelheid filtering, dan hoef je niet een heel uitgebreide studie nog te gaan doen naar de barrièrewerking, want die heb je al uitgesloten met standaardcriteria. En wat doe je bij een maatwerkbeoordeling? Je bepaalt eerst de grootte van de koude lozing, dus dan krijg je naar de beat, de omvang van de koude pluim, de tijdsduur van die lozing. Dan kijk je naar de gegevens over wat voor een vis, waterplanten, fytoplankton en macrofauna er voorkomen. Dat kan heel vaak op basis van gegevens over de KRW. Dan inventariseer je de eisen van deze soorten voor het waterlichaam. Dus wat hebben deze soorten nodig om voor te planten? Hebben ze het waterlichaam nodig om te migreren? Nou, het kan in veel gevallen ook zo zijn dat het waterlichaam een dood einde is. En dan heb je misschien wel een heel grote koude pluim, maar dan heeft het geen functie voor migratie. Dus dan kun je effect op die manier uitsluiten. En dan voedsel en veiligheid. Dus bijvoorbeeld voor voedsel wordt er dusdanig veel plankton uitgefilterd dat de vissen misschien honger krijgen. Nou, je inventariseert dus hoe het waterlichaam nu deze functies vervult. En dan ga je kijken naar wat voor een effect die TEO heeft op de negatieve functies. Op de functies. Dat kunnen negatieve effecten zijn, maar dat kunnen ook positieve effecten zijn. Dus in sommige gevallen zal je misschien te maken hebben met een waterlichaam dat de KRW-doelen niet haalt, omdat de temperatuur boven de 25 graden komt. Nou, dan is een afkoeling in principe positief. Maar die positieve effecten kunnen ook indirect zijn. Bijvoorbeeld als je TEO-installatie misschien een overmatige hoeveelheid algen eruit filtert in een al troebel systeem. Maar dat vereist dus een nadere analyse. En onderdeel van die maatwerkbeoordeling is ook dat je goed kan nadenken over wat je nou nodig hebt om die TEO-installatie aan te passen, zodat je die negatieve effecten kan minimaliseren. Dan geef ik het woord graag aan Simon. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Simon Handgraaf. Ik ben jurist bij Flow Legal en heb meegewerkt aan het juridische deel van het beoordelingskader. Ik ga even kort in op vier punten. Wat voor activiteiten onderscheiden we nou als jurist als je kijkt naar een TEO-systeem? Hoe zijn die activiteiten geregeld voor de Rijkswateren en voor de regionale wateren? De toetsing van vergunningen aan de KRW, hoe bekijken we dat vanuit juridisch oogpunt? Daan heeft daar al het nodige inhoudelijk over gezegd, maar ook even de juridische blik daarop. En omdat we constateren dat de regels vooral voor regionale wateren door de waterschappen gemaakt moeten worden in de waterschapsordening, ga ik ook nog even in op de voorbeelden die daarvoor in de handreiking zijn uitgewerkt. Eerst even het juridisch uitpluizen van één TEO-systeem in verschillende activiteiten die we in de regels onderscheiden. En dan zie je dat één TEO-systeem drie juridische activiteiten omvat. Het eerste in het nieuwe stelsel, sinds 1 januari omgevingswet in werking. Dus de hele handreiking is ook geschreven op basis van de omgevingswet. De eerste die je tegenkomt, dat is de beperkingengebiedactiviteit. Dat is wat we vroeger onder andere in de keur of in het waterbesluit het gebruik van het waterstaatswerk noemden. De nieuwe term is daarvoor het beperkingengebiedactiviteit. Het beperkinggebied is een gebied waar regels gelden ter bescherming van een werk of een object. Denk aan de watergang met name, maar ook de waterkering. En omdat we watergangen en waterkeringen willen beschermen en willen zorgen dat die een functie kunnen vervullen, gelden er regels voor het aanbrengen van objecten, zoals een TEO-systeem. De wateronttrekkingsactiviteit is de tweede activiteit. En die speelt dus, ik noem het maar even een analogie met open en gesloten bodemenergiesystemen. Een open TEO-systeem, namelijk een TEO-systeem wat water inzuigt en daarna weer terugbrengt in het oppervlaktewater. Dus niet enkel een warmtewisselaar, maar iets wat daadwerkelijk een pijpje water onttrekt en weer terugbrengt. Nou, dat onttrekken van het water is dus een wateronttrekkingsactiviteit. En het tweede deel van dat proces, het terugbrengen in het water, dat is dan een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam.
Nou, voor die laatste wil ik nog even expliciet kijken naar de definitie die daarvoor geldt in de omgevingswet. De lozingsactiviteit is gedefinieerd als het brengen van stoffen, warmte of water direct op een oppervlaktewaterlichaam, voor zover het gaat om de gevolgen voor het watersysteem. En daar hebben we dus bij Theo een beetje last van, omdat daar expliciet warmte staat en je dus geneigd zou kunnen zijn om te denken, oh, koude, die valt daar niet onder. Maar dat is niet de correcte interpretatie die wij voorstaan. We hebben in de handreiking onderbouwd dat warmte eigenlijk een maat is voor de bewegingsenergie van moleculen. En water met heel weinig bewegingsenergie, koud water, dat valt ook onder warmte. En we hopen dat jullie allemaal die interpretatie ook blijven volhouden. Want ja, dat is essentieel voor het bevoegd zijn voor de lozingsactiviteit. Als we gaan zeggen koude is geen warmte, dan ben je als waterbeheerder ook niet meer bevoegd om daar iets over te zeggen. En dan wordt de gemeente bevoegd als onderdeel van de milieubelastende activiteit. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen gewenste uitkomst. Dus met z'n allen gaan wij voortaan zeggen, koude systemen of systemen die koude lozen, die vallen gewoon onder de lozingsactiviteit. Want koude is ook warmte, namelijk weinig bewegingsenergie van moleculen in plaats van heel veel bewegingsenergie van moleculen. We hebben het ook aangekaart hoor, bij het ministerie, van hey, we hebben hier eigenlijk een beetje last van, die term warmte. Maar ja, vooralsnog is de wetgeving er niet op aangepast. Dat had ook niet gekund in die korte tijd. Misschien gaat dat nog wel een keer gebeuren, ter verduidelijking. Maar totdat dat gebeurt, moeten wij met z'n allen volhouden, koude is ook warmte. Precies, koude is negatieve warmte. Tot zover de definities. Nou, hoe zijn die activiteiten die we juridisch onderscheiden dan geregeld? Hier zie je in tabelvorm in de kolom, eerste kolom de drie activiteiten. En dan ja, twee kolommen ernaast, eentje voor de Rijkswateren, één voor de regionale wateren. Want de regels die verschillen dus. Rijkswater, alle grote wateren, jullie kennen ze wel. IJsselmeer, kanalen, de Maas, etc. Die zijn helemaal op landelijk niveau geregeld. En regionaal water is deels op landelijk niveau geregeld, maar deels ook in de eigen waterschapsverordening van het waterschap. Ik doe even de kolommen naast elkaar, Rijkswateren als eerste. Voor de beperking gebiedactiviteit geldt dat als je bij een kanaal zit als Rijkswater, of je gebruikt een vaste fundering voor je TEO-systeem, dan heb je een vergunning. In andere gevallen geldt er een meldplicht, geen vergunningplicht. Voor de beperkingen gebiedactiviteit. De wateronttrekkingsactiviteit is, nou, als je ook loost, en dat is eigenlijk meestal het geval bij TEO-systemen, dan kijken we eigenlijk naar hoe is de lozingsactiviteit geregeld en dan volgt de onttrekking de lozing. Dus als de lozing vergunningplichtig is, dan is ook de onttrekking vergunningplichtig. Als de lozing niet vergunningplichtig is, dan is de onttrekking ook niet vergunningplichtig. Wat er dan wel geldt, als het niet vergunningplichtig is, de wateronttrekkingsactiviteit, is uitsluitend de specifieke zorgplicht. Dus er zijn geen inhoudelijke regels, er is ook geen meldplicht of informatieplicht. Er geldt alleen maar een zorgplicht voor de onttrekkingsactiviteit. Nou, wat geldt er voor de lozingsactiviteit? Ja, dan moeten we gaan onderscheid gaan maken tussen de milieubelastende activiteiten die zijn geregeld in het BAL. Zeg maar de grotere bedrijfstakken, opvolger van het activiteitenbesluit, hè, milieuregels voor bedrijfstakken in Nederland. Als zo'n TEO-systeem onderdeel is van zo'n bedrijf wat geregeld is in de Rijksregels als milieubelastende activiteit, dan geldt er voor het TEO-systeem geen vergunningplicht. Alleen maar de specifieke zorgplicht van het BAL. Als het anders is dan een BAL milieubelastende activiteit, dus denk aan kantoren, hè, als daar een TEO-systeem voor wordt aangelegd. Een kantoor is op zichzelf geen milieubelastende activiteit in de zin van het BAL. En dan geldt er wel een vergunningplicht op grond van hoofdstuk 6 van het besluit activiteit en leefomgeving voor het lozen in Rijkswater. We moeten goed nadenken, rijkwijde milieubelastende activiteit, de BAL. Als je zit binnen de rijkwijde van de milieubelastende activiteit, alleen de specifieke zorgplicht. Zit je daar buiten,
dan heb je een vergunningplicht voor lozen in Rijkswater. En dat werkt dus ook door naar die wateronttrekkingsactiviteit, want dan wordt ook de wateronttrekkingsactiviteit in Rijkswater vergunningplichtig. Nou, dat laatste wat ik noemde over die lozingsactiviteit, dat geldt eigenlijk op dezelfde manier voor de regionale wateren. Als niet geregeld in het bal als milieubelastingactiviteit, dan zie de waterschapsordening en daar staat een vergunningplicht in de bruidschat. De bruidschat zijn de voormalige rijksregels die niet terugkomen op rijksniveau, zijn als bruidschatregels toegevoegd aan de waterschapsordening en daar zit ook de vergunningplicht in voor lozingen die niet expliciet geregeld zijn, zoals TO-lozingen. Is het wel een milieubelastingactiviteit in de zin van het bal, dan geldt alleen die specifieke zorgplicht van de bal voor het lozen. En die twee andere activiteiten in regionaal water, de beperkinggebiedactiviteit en de wateronttrekkingsactiviteit, ja, dat is van oudsher, dus ook al voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, helemaal geregeld door ieder waterschap afzonderlijk. Voorheen in de keur, nu in de waterschapsordening. Dus dat is ook niet generiek te zeggen wat daarvoor geldt. Ieder waterschap op zichzelf bepaalt hoe TO-systemen ten aanzien van die beperkingen aan gebiedactiviteit of wateronttrekkingsactiviteit zijn gereguleerd. En het kan dus ook best voorkomen dat het nog niet zo expliciet is geregeld in de waterschapsordening. En dan moet je een beetje interpreteren van wat er wel staat. Soms is er bijvoorbeeld bij die beperkinggebiedactiviteit wel een regel voor objecten die geen bouwwerk zijn. Nou, daar zou dus ook een TO-systeem onder kunnen vallen. Maar dat is echt interpretatie. En het heeft, nou ja, gelet op de energietransitie waar we volop in zitten, wel de voorkeur als waterschappen expliciet regels gaan opnemen voor die TO-systemen. En daar hebben we ook voorbeelden voor, die ga ik zo meteen laten zien. Nou, Daan noemde het al even. Beoordeling van vergunningen, daar kijken we heel erg naar de kaderregeling in water. En de criteria daarvoor, die zijn op landelijk niveau geregeld. Wat geldt er als toets aan de kaderregeling in water? Ten eerste, er mag geen sprake zijn van achteruitgang van de ecologische toestand. Geen achteruitgang, wordt het kort genoemd. Nou, dat is... Dat moet je interpreteren in lijn met de kaderregeling in water. En dat betekent, omdat ecologie wordt onderverdeeld in 5 klasses, dat geen achteruitgang inhoudt. Je mag niet zo'n klassegrens over. Dus je mag wel een klein beetje verslechteren in de toestand, maar die verslechtering mag niet de drempel over naar de lagere toestandsklasse. Dat is de interpretatie die we sinds het Weesterarrest ook hanteren voor de achteruitgang van de toestand van oppervlaktewaterlichaam. En dan kan het geval zijn dat je al in de slechtste toestand zit voor je kwaliteitselement. En dan geldt geen achteruitgang echt absoluut. Dan is iedere verdere achteruitgang verboden. Dus dat is stap 1 van de KRW-toetsing. Geen achteruitgang. Maar ja, we zitten nu ook in de laatste planperiode van de kaderregeling water. En aan het eind van deze planperiode, 2027, dan moeten de doelen ook zijn gehaald. Dus de tweede toets die we doen is het vergunnen van de activiteit mag er niet toe leiden dat aan het eind van de planperiode die doelen niet zijn gehaald. En omdat we allemaal maatregelen nemen om die doelen wel te gaan halen, komt het er feitelijk op neer dat het toestaan van je TO-systeem niet die positieve maatregelen voor de KRW mag beïnvloeden, want dan dreig je het KRW-doel niet te gaan halen. Dus de KRW-toetsing omvat 2 elementen, toets op geen achteruitgang, maar ook toets op het belemmeren van doelbereik in relatie tot de maatregelen die worden genomen om het doel te gaan halen. Nou, dan heb ik nog een paar sheets met de voorbeeldregels. We hebben in het kader van dit project ook voorbeelden uitgewerkt van regels die je zou kunnen opnemen in je waterschapsverordening om TO-systemen te gaan reguleren. Die borduren een beetje voort op die bruidschat die ik al even noemde. In de bruidschat zit een vergunningplicht. En dat is ook wenselijk, hè? Voor grotere systemen willen we die individuele toetsing. Maar kleine TO-systemen, die kunnen best zonder vergunning. Hè? Dus er is geen maatwerkbeoordeling nodig of zo. Dan kun je gewoon, zonder dat er voorafgaande toetsing nodig is,
die TEO-systemen toestaan. En de manier waarop je dat kunt doen, dat hebben we hier uitgewerkt. Deze gaat over het lozen van koude, dus het is echt het open systeem, zeg maar. Water met een lagere warmtevracht dan je hebt ingenomen. En deze paragraaf, daar geldt dan als eerste een drempel voor. Die moet je als waterschap zelf invullen. Dat afhankelijk misschien zelfs van het waterlichaam wordt geloosd. In de vorm van een debiet, x kub per uur, en een koude vracht, i kilojoule per seconde. Als je daaronder blijft, dan val je onder deze paragraaf en is er geen vergunning nodig, maar wel een melding. Dus het volgende artikel, daar heb ik gezegd, je moet die TEO-systemen wel melden, zodat we in ieder geval op de hoogte zijn van het feit dat ze worden aangelegd. En dan gelden er een paar regels waar je met je TEO-systeem, wat niet vergunningplichtig is, wel aan moet voldoen. Die zijn hier opgezomd. Een grens aan het thermisch vermogen. Een maximaal temperatuurverschil tussen inname en lozing. Verbod om chemicaliën toe te voegen. Als je dat wel wil, dan moet je maar maatwerk aanvragen. Maar in principe willen we dat natuurlijk niet. En nog een grotere afbakening met, stel dat er een hele nieuwe woonwijk wordt aangelegd, dan is het niet de bedoeling dat 100 kleine TEO'tjes bij elkaar alsnog tot een verslechtering in de toestand leiden. Dus bij TEO-systemen die onderdeel zijn van een project, dan is er ook een maatwerkbeoordeling nodig. Dus dan val je niet onder de algemene regels. En de tweede set regels die we hebben opgenomen, die gaat over de gesloten systemen. Dat is puur de warmtewisselaar die in het water wordt gehangen. Dan is er geen sprake van een onttrekking en een lozing, alleen nog maar van een beperkingengebiedactiviteit. Dus dan gebruiken we die beperkingengebiedactiviteit als aangrijpingspunt om te regelen. En kleine systemen, die zijn dan systemen met een warmtevracht kleiner dan x kilojoule per seconde. Die x moet ieder waterschap weer zelf invullen. Als je onder de x blijft, dan heb je weer een melding, net als bij de open systemen. Alleen meldplicht en ook hier weer een aantal algemene regels waar je aan moet voldoen. De plaatsing van de warmtewisselaar, niet in hoofdwater of in vaarwater, want dan gaat die de functies belemmeren. Ook niet in een waterkering of een beschermingszone, want dan moeten we naar de waterveiligheid kijken. Strak tegen de oever plaatsen. Geen vloeistoffen laten lekken. Dat is ook vrij evident natuurlijk, maar dit is, als je wel een keer een lekkend systeem aantreft, dan ga je hierop handhaven. Antivriesmiddel mag erbij, maar alleen maar als het geen schade toebrengt. Hè. Dus preventief zorgen dat als het gaat lekken, dat er dan niet hele schadelijke stoffen in het water terechtkomen. En tot slot ook weer die grens voor projecten. Als het heel veel systemen naast elkaar worden vanwege een groot project wordt gerealiseerd, dan is ook weer een maatwerkbeoordeling op zijn plaats. En dan geef ik het woord weer door aan Arianne. Dan zal ik het woord weer overnemen. Allereerst een vooruitblik nog op de handreiking. Er lopen wel een aantal onderzoeken en daarnaast hebben we ook een aantal aanvullende onderzoeken voor het programma van dit jaar staan. Bijvoorbeeld een lopend onderzoek is bij de Sloterplas in Amsterdam worden een aantal type filters gemeten. Die kunnen ook inzicht geven in het effect op de ecologie. En een aanvullend onderzoek, een voorbeeld daarvan, is bijvoorbeeld het opstellen van een monitoringsprotocol. Er lopen in ieder geval een aantal onderzoeken en er zullen dus ook nog aanvullende onderzoeken zijn dit jaar die ons nieuwe inzichten zullen gaan geven voor een vervolgversie van deze handreiking. We streven ernaar om die medio 2025 klaar te hebben. Uiteraard is dat enorm afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken. En ook heeft u suggesties voor een volgende versie van het beoordelingskader, mail dit naar aquatemie@stoa.nl, zodat wij dit ook tijdig kunnen meenemen. En dan gaan wij nu naar de vragen. Dan zal ik stoppen met delen. En dan kunnen jullie ons wat groter in beeld zien. En dan zullen we in ieder geval de eerste vraag gaan behandelen. We hebben een vraag. Allereerst een misschien wat eenvoudigere vraag. Wat is een koude pluim en heeft het te maken met het verschil in temperatuur? Daan, zou jij daar antwoord op kunnen geven? Ja, zeker. Een koude pluim is het stuk
waar koud water wordt geloosd, waar het temperatuurverschil met de achtergrondtemperatuur meer dan 4 graden is. Ja, we hebben een aantal mooie plaatjes erin staan, maar die kun je vinden in hoofdstuk 2 van het kader. Dan is er nog een vraag voor Simon, voor jou. Een installatie die een woonwijk van meer dan 1000 woningen moet verwarmen. Wordt deze gezien als een niet-bal-MBA? Je microfoon aanzetten, Simon. Dank voor de tip. Ja, je moet... die milieubelastende activiteiten in het bal, hoofdstuk 3, die zijn allemaal heel specifiek aangewezen. En warmte wisselen met oppervlaktewater zit daar gewoon niet tussen. He, dus een woonwijk verwarmen met een warmtekrachtkoppeling of zo, dat is wel aangewezen als bal milieubelastende activiteit. Maar op basis van warmtewisseling met oppervlaktewater niet. Dus dat is inderdaad geen bal milieubelastende activiteit. Bedankt voor je antwoord. Daan, dan heb ik nog een vraag voor jou. Welke criteria moet je aanhouden als het KRW-doeltype niet in het kader benoemd wordt? Voor niet-KRW-wateren, daarvoor hebben we een stroomschema opgenomen dat je kan bepalen welk watertype het is. En ik zie dat er ook nog wordt gespecificeerd, bijvoorbeeld de Nieuwe Maas, die doeltype O2B heeft. En volgens mij staat die er wel in. Maar hebben we voor die overgangswateren, dus als het bijvoorbeeld om de kust gaat of zo'n grote rivier als de Nieuwe Maas bij de haven, hebben we geen criteria opgenomen omdat we dachten dat er waarschijnlijk geen effect zou zijn. Omdat daar heb je zo'n grote stroomsnelheid, zo'n grote hoeveelheid water die voorbij komt, dat je een onmogelijk grote TO moet maken om daar invloed op te hebben. Maar als je dan meer bovenstroom zit, misschien helemaal bij Rotterdam, maar het eigenlijk gewoon een grote zoetwaterrivier is, dan past die typering misschien beter. Dan kun je de criteria voor een grote rivier gebruiken. Super, bedankt voor je antwoord. Nog ingaand op de stappen. Voor de tweede stap, begroeibaar areaal, is hiervoor een modelberekening nodig? Daan, mag ik die vraag ook aan jou stellen? Ja, die is niet nodig. Je kan in het handboek, ben ik even de naam kwijt van het handboek, maar er zijn definities voor alle waterlichamen opgesteld wat onder het begroeibaar areaal valt. Dus voor een kanaal zal dit een paar meter uit de oever zijn. Maar voor een ondiep meer is dit het hele oppervlakte van het meer. Dus als je dan een... dan moet ik even checken, want de modelberekening voor de TEO heb je dan wel nodig. Maar dat kan bijvoorbeeld met de emissietoets. Dat is een online tool die je hiervoor kan gebruiken. En dan kun je een inschatting maken van hoe groot die koude pluim dan precies is. En wat we bij de praktijktoets hebben gezien is dat meestal zelfs uit zo'n simpele modellering blijkt dat die koude pluim eigenlijk best wel heel klein is. En dat bijvoorbeeld in een groot ondiep meer je een heel groot oppervlakte aan begroeibaar areaal hebt, dat je eigenlijk dat criterium bijna nooit erboven zit. Die praktijktoets die je noemt, Daan, dan is er meteen een vraag die volgens mij daaraan raakt. Is er een botsproef van de nieuwe regels uitgevoerd, bijvoorbeeld met systemen die al eerder zijn beoordeeld en vergund? Ja, zeker. Ja. Ja, er is in ieder geval een praktijktoets gedaan met verschillende systemen die al vergund zijn, maar ook systemen die niet vergund zijn. Daarbij zijn een aantal waterschappen, vergunningverleners zijn erbij aangesloten geweest. En zo hebben we dat ook getoetst in de praktijk. En aan de hand daarvan zijn bijvoorbeeld ook nog criteria aangepast. Dan Simon, een vraag aan jou. Met deze juridische interpretatie van warmte, dus wat jij toelichtte in jouw presentatie, zou je toch ook de geldige regels voor warmtelozingen kunnen volgen? Als we dat zouden doen, dan moeten we concluderen dat ze allemaal vergunningvrij zijn. Omdat de grens voor de vergunningplicht voor warmtelozingen, die zit bij een positieve warmtevracht. Hè? Dus een negatieve warmtevracht is dan altijd vergunningvrij. Nou, dat is niet gewenst, denk ik. Dus vandaar specifieke regels ook voor de koude lozingen. Ja,
En dan Simon, jij ging ook in op die lozingsactiviteit. Is dat dan zowel de kubus water en de temperatuur, dus kwalitatief en kwantitatief? Weet je dat? Ja, dat klopt. En dat vloeit ook voort uit de integratie van het lozingenbegrip in de omgevingswet. Vroeger onder de waterwet hadden we nog kwaliteit en kwantiteit als twee verschillende activiteiten. Kwaliteit geregeld door het Rijk, kwantiteit door de waterschappen. Maar dat lozingenbegrip is integraal geworden. Dus zoals je ook zag in die definitie van lozingsactiviteit, het gaat zowel over de stoffen als de warmte als de hoeveelheid water, de kwantiteit. Dus allemaal samen één lozingsactiviteit. Ja, dankjewel voor je antwoord, Simon. Daan, dan de laatste vraag nog aan jou. De afbakening van het waterlichaam. Volgens mij kwam dat ook mooi terug toen in die praktijktoets. Kan jij daarop ingaan? Van hoe dat tot stand kan komen of wellicht expert judgment, hoe je daarnaar kan kijken? Ja. Ja, de afbakening van zo'n waterlichaam is best wel bepalend, inderdaad. En waar we in de praktijktoets achterkwamen was dat je niet altijd gebruik kon maken van afbakening van het KW-lichaam. Omdat die soms in tweeën gehakt is door een sluis, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat wel een beetje expert judgment vraagt. En in sommige systemen zal het dan best ingewikkeld worden. Maar dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de invloedssfeer van zo'n TO. En hoe groot die is. En op die manier proberen te bepalen op hoe een groot deel je nou een effect kan hebben. En als je al de negatieve effecten kan uitsluiten voor dat deel, dan kun je eigenlijk ook wel zeggen dat de negatieve effecten voor de rest van het waterlichaam ook nul zijn. Yes. Dan nog een vraag. Hoe kan je op de achteruitgang toetsen als je weinig weet over de waterkwaliteit op de beoogde TO-locatie? Ik neem aan dat die ook voor mij is. En ja, dat is inderdaad een lastige. Als je geen monitoringsgegevens hebt, en dat zal vaak in overige wateren het geval zijn. Dus dan vraagt het om of wat meer expert judgment. Of misschien meetgegevens van een zeer vergelijkbaar waterlichaam, wat je wel kan gebruiken. Het geldt ook alleen voor de maatwerkbeoordeling. Dus die standaard criteria kun je dan sowieso al toepassen. Dankjewel. Ik ben heel even snel door de vragen nog aan het scrollen. Volgens mij hebben we de meeste vragen beantwoord. Behalve de bovenste nog. Is de maatgevende lage afvoer een uurlijks of dagelijkse afvoer? Of een andere tijdseenheid? De maatgevende lage afvoer, die definitie daarvan hebben we van de emissietoets. Dus dat hebben we eigenlijk gelijk getrokken. En dan kijk je naar de afgelopen 10 jaar, wat de 10% laagste afvoeren zijn geweest. En dan is het, ja, of dan per uur of per seconde is, het gemiddelde, ja, het getal wat je daaruit haalt, dat maakt dan niet zoveel uit als het maar hetzelfde is als het debiet van de TO-installatie. Ja. Dan is er nog ondertussen een vraag binnengekomen. Dat is ook echt zeker de laatste vraag. Hoe bepaal je de invloedssfeer van een TO als je niet het hele KW-waterlichaam wilt gebruiken? Ja, dat vraagt dus wel modellering. Ja. Om in ieder geval dat inzichtelijk te maken. Ja. Er loopt daarnaast ook nog een onderzoeksverhoudingsgetallen. Wellicht dat die resultaten ook wat meer duidelijkheid hierover gaan geven. Maar dat wordt uiteraard meegenomen in de volgende versie van het beoordelingskader. Nou, dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het aansluiten bij dit webinar. De presentaties en het webinar en de antwoorden op de vragen zullen nog gedeeld worden op de website van STOA. En mochten jullie nog andere vragen hebben of suggesties voor het beoordelingskader, mail dat naar aquatemie@stoa.nl. Dank jullie wel allemaal. Tot ziens. Dank jullie wel. Dank jullie wel, tot ziens. Tot ziens.